Het is vandaag een zondag en we komen dus met allerlei kevers komen hierheen. En dat is een beetje ter ondersteuning van de Heron VW. Toevallig hebben we net in ons assortiment gekregen een Volkswagen Beetle. Een van de laatste auto's die in Nederland leverbaar is. De auto's zijn helaas niet meer nieuw te koop in Nederland. Dus we zijn de gelukkige eigenaar van nog een jong gebruikte auto. Zoals je ziet in de bekende Herbie kleuren, helemaal geplakt en gespoten. Een compleet navigatiesysteem. Leuke alle toerentellers en andere informatietellers met een turbodrukmeter op het dashboard. Multifunctioneel stuurwiel, echt ook met gewoon leer bekleed. Echt compleet, een super fantastisch compleet auto. In 1938 met productie, of eigenlijk de eerste kever kwam, en in 2003, tot en met 2003 is die geproduceerd. Mijn betrokkenheid en wat mij aanspreekt bij een kever is eigenlijk de eenvoud en dat hij toch alles in zich heeft. Nou, we hebben hier het interieur van een 1303 kever en in dit geval heeft deze dus een bolle voorruit in plaats van een vlakke voorruit. In het begin kon men geen bolle ruiten maken en produceren, vandaar dat er ook bij een brilkever bijvoorbeeld twee kleine vlakke ruitjes zitten. Hier is de motorkap open, de motor zit dus achterin zoals we weten, overbekend voor de kever. We hebben hier een 1600 motor met een injectie, die eigenlijk speciaal voor de Amerikaanse markt is geproduceerd. Nou, wat nog wel een heel leuk, grappig, duidelijk verschil met de oude kever en de nieuwe Beetle is de motor. Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten, zit de motor bij de oude kever achterin. En wat is het grote verschil? Bij deze auto zit hij voorin. Dit is een 1600 motor met 105 pk. Ja, ook veel meer pk's dan we vroeger hadden natuurlijk. Maar nogmaals, ik zou zeggen, kom een keer langs en kom er mee rijden. Okay.